dames en heren, jongens en meisjes. Vandaag is het zover. De grote finale van Rockstars The Battle. Van de vele honderden aanmeldingen door bands vanuit het hele land zijn er nu nog twee bands over die gaan strijden om winnaar te worden van Rockstars The Battle. So let the battle begin. Adventure Band is opgericht door Walibi. Hij zocht de beste en mooiste zangeres uit van Chimeria, Phoebe. En samen met gitarist Haas en drummer Zenko zeggen zij de wereld hallo. Geef ze een groot applaus, de eerste finalisten van Rockstars. Rock! Skunks zijn in een paar maanden tijd enorm populair geworden bij het publiek. Maar zijn zij populairder dan WAP? Volgens Squats en WAP Sukkels en is hij een geboren winnaar. Samen met zijn twee vrienden Loco en Motif vormen zij The Skunks. Heftige strijd worden. WAP tegen de Skunks. Wie gaat er winnen? De twee finalisten zijn binnen. Het publiek heeft er zin in. Maar er is één man die we nog missen. Uw presentator van vandaag. Hier is Matthijs de Koning. Hebben wij afscheid moeten nemen van tientallen talentvolle bands om uiteindelijk twee finalisten over te houden. Doe op! En de Skunks. En zij gaan in deze finale strijden om dat veld op platencontract. En jullie gaan bepalen wie uiteindelijk de winnaar gaat worden. Maar daar zo meteen meer over, want ik wil eerst beide bands verzoeken zich, zich best eens voor te gaan bereiden op het allereerste optreden van... Tot zo! Tot zo meteen, jongens. Succes. En dat geven we gelijk even de gelegenheid om nogmaals de jury aan je voor te stellen. Ga even staan. Draai even om, dat iedereen je goed kan zien. Stel even ik en je voor, zeg je naam. Paolo. Paolo. Anushka, die heeft ook zin in. En Mike, geef een groot applaus, de jury van vandaag. En goed, dames en heren, zoals ik al zei, jullie hebben ook een heel belangrijk aandeel in deze grote finale. Jullie kunnen namelijk de naam van je favoriete band gaan sms'en. Dus ben je nou voor de WAP, stuur je gewoon WAP naar 06-31-27-8865. En ben je voor de Skunks, dan stuur je automatisch Skunks. Dus je moet wel je telefoon dan gebruiken om te sms'en, hè, dames. Niet alleen veel, hè. Ook gewoon Skunks of WAP even sms'en naar achterstaand nummer 06-31-27-8865. En de lijnen zijn nu geopend. Goed, dames en heren, het is tijd voor de allereerste ronde. We hebben beide mensen gevraagd een nummer in te studeren van hun all-time favorite artiest of band. En de Skunks gaan deze finale beginnen en dat doen ze met een nummer van de Golden Earring. Dus iedereen moet echt de Gozer. Kunnen we al beginnen, hè? Ja, dus Squad, ik ben je al aan het aankondigen. Dat is niet. Weet je gewoon. Hey, we zijn Motif kwijt. Oh nee, hè, wie die hopvogel? Kom maar hier, vogeltje, waar zit je nou? Waar zit je? Jongens, kom op, wat is er nou aan de hand? Nou ja, we zijn een band met drie personen, maar ik mis nou de bassist, die loser. Ja, maar dan kan je niet spelen, dus dan verlies je sowieso. Dat nooit! Motief van benen. Hé, hey, Loco, kom daar eens mee! Goed, hoe zit het dan? I will. Lekker warm! Nou jongens, dat is die Motief! Uilskuiker, je verpest de hele show. Jongen. Ja, zeg dat, Loco. Goed, het ziet eruit alsof de Skunks compleet zijn. We kunnen gaan beginnen. Geef ze een groot applaus. Hier zijn Squad, Loco en Motif met Rhythm.
gets lonely and the longing gets too much. She sends a cable coming in from above. Rustig aan, alsjeblieft. Jongens, het was een fantastisch optreden, maar Squat, hoe ging het? Nou, wat dacht je nou zelf? We gaan winnen! Tenminste, als die vreemde vogel van de motor niet van die domme dingen blijft uithalen. Maar goed, in ieder geval vol zelfvertrouwen maken we Skunks het podium vrij voor The One. Zij kregen dezelfde opdracht en hebben een nummer uitgekozen van niemand minder dan Michael Jackson. Goed, geef zo gauw de saus. The One! The One! En doe het nu. Goed, dames en heren, de tweede ronde is de battle ronde. We hebben beide mensen op onderzoek gestuurd om nou eens te gaan kijken waar die liefde voor muziek nou vandaan komt. Uiteraard waren de cameraploegen mee en daar gaan we nu met z'n allen eens even op deze grote schermen. Oké jongens, hier komen dus de grotere aardappelen. Jij hebt het te kaart. Oh ja, Senko, die heb ik toch aan jou gegeven. Heb je nog? Kaart. Oh nee. Nou, dat begint lekker, Senko. Oh, dat lukt super. Wat ga ik doen? Let's go. Kom. Hier komen de grotere aarde vandaan. De grootste mensen hebben het hier gemaakt. Nu is het onze beurt. Hoe gaan jullie dan? Ik nog niet voor. Nee, niet. Geef niet, we hebben nog de hele stad te gaan. Kijk eens, wauw, wat een gekke stad. Kom, laten we hier nog even gaan kijken. En, voelen jullie al iets? Nee, niets. Oh, ik probeer het wel, maar dit is het niet.
Maar wat heeft het met muziek te maken? Huh? Ja, waar kunnen we spelen? Ik wil nu optreden. Ja, maar toch voel ik dat hier iets is gebeurd. Alleen we missen iets. En? Voelen jullie het nou al? Ik mis ons publiek. Nou, ik voel me nog geen Britse boybandster. Hé, en deze mensen dan? Zij kennen onze muziek nog niet. Tijd om daar verandering in te brengen. Let's go! Van de zogeheten palingsound. Het klinkt wel lekker. Die palingsound gaat ons groot maken, jongens. Let maar eens goed op. Nou, vandaag is die sound van ons. Yeah! Hallo, Volendam. En kom maar op met die palingsound. Schijnt dat je hier kan laten onttoveren tot Volendam. Kom, we gaan naar binnen. Ik hoop wel dat ze me goeie kan krijgen. Nee, kom maar niet in. Heel goed, jongens. Helemaal Volendam. Ik hoor dat het niet over die rare fotograaf. Kom op, mannen. Geduld, geef de partij. Oké, jongens. Cheese. Cheese. Hey, hier schijn je de echte Volendamse sfeer te kunnen proeven. Ah, dat komt mooi uit. Ik heb honger. Alsjeblieft. Kijk, ik heb iets in voor. Zal ik helemaal of iets? Mond dicht en happen. Denk aan hoe beroemd we hier heen worden. Maar dit is geen palenbeen. Nee, hoe vaak moet je daar zijn? Nee, en daar kan niet mee zitten. We zijn pas wel op de midden. Harder! Ja hoor, daar is de paling. Ja, en nu de sound. Ja, leuk hoor, die visies. Maar ik hoor ze in de zin, hè. Daar is het mee gaan. Je kan zeggen voor de paling sound. Ja, dat is het. En wat zagen ze er goed uit, hè? De Skunks in die Volendamse kleding. Fantastisch. Goed, het is tijd voor de battle landen. De WAP nemen ze plaats in, want ze gaan namelijk battelen tegen elkaar. Dames en heren, de WAP tegen de Skunks met Liv Owen Young en Razor. Succes, jongens. Battle landen. Maar wel niks.
geweldig. Die zullen jullie ongetwijfeld heel moeilijk mee gaan maken. Maar die horen zo meteen nog even, want ik wil jullie vragen om jullie laatste sms'jes te gaan versturen naar 06-31-27-88-65. Het is de laatste kans dat je nog kan sms'en op je favoriete band. De Skunks of de WAP. En bepaal wie uiteindelijk de winnaar wordt van het plaatcontract. Dus snel je telefoon erop bij, stuur nog even snel een sms'je. En bepaal wie de winnaar wordt. Maar jury, hebben we het er moeilijk mee gehad? Ja, het is lastig, hè? Oh, was niet lastig. Nee? Wie moet er volgens jou winnen dan, Mike? De Skunks moeten winnen volgens Mike. Nou, die is in ieder geval niet van zijn mening afgeweken. En volgens jou, wie gaat er winnen? De WAP! Kijk eens aan! Het is gewoon wel 1-1, jongens. En Paul, dan moet jij gaan bepalen, volgens de jury dan is wel, wie de winnaar wordt. Wie vind jij de beste band van de twee? Wauw! De WAP! Kijk eens aan, jongens. Het is zomaar omgeslagen. Nou staan jullie ineens voor volgens de jury. Ja jongens, we gaan het meemaken. Maar we gaan eens even kijken. We hebben nog 5 seconden op de sms, jongens. De laatste sms is 4, 3, 2, 1. En de lijnen zijn gesloten. Dames en heren, jongens en meisjes. De stemmen worden momenteel geteld. En we gaan kijken wie de winnaar wordt van het felbeginnende platencontract. En wie mag zich straks winnaar gaan noemen van Rockstars The Battle 2013. Rockstars! Goed, zoals jullie ziet, verschijnen daar 2 trommels achter op beeld. En die gaan zo meteen omhoog lopen. En degene die als hoogste eindigt, wordt de uiteindelijke winnaar van Rockstars The Battle 2013. We gaan het zien, daar gaan de trommels. Ze lopen redelijk gelijk op, hoewel het lijkt alsof de WAP toch ietsjes uit... Nee, sterker nog, de Skunks komen heel hard terug. En gaan de WAP voorbij. Blijkt het zo of gaan ze uiteindelijk toch winnen de WAP of de Skunks? Wie gaat het worden? Het wordt het! Ze hebben bepaald de spot. Dames en heren, geef ze een applaus. Winnaars van Rockstars The Battle. Doei! Wat feliciteert jongens. Een platencontract voor jullie. Geef ze een groot applaus. En speciaal voor jullie, dames en heren. Gaan ze natuurlijk hun allernieuwste nummer spelen. Want hier laten we niet bij. Doei! Wat gaat hun platencontract hebben? Zij gaan namelijk speciaal voor jullie hun allernieuwste single spelen. Geef ze een groot applaus. Doei! Met Crazy! En wensen u nog een hele fijne dag op Walibi Holland.